Welkom bij een speciaal moment. Want dit is het allerlaatste item wat we opnemen in de Blast Studio. Na dit item, echt serieus, ik lul niet, gewoon echt twee, drie minuten nadat uh, dit item opgenomen is, dan uh, trekken we eigenlijk de hele omgeving hier uit elkaar. Dan is, het, dan is het klaar, dan wordt alles ingepakt en dan gaan we op weg naar de nieuwe studio, waarin we eigenlijk dan de maandag weer volledig ja, uh, hoe heet het dat? Operatable. volledig weer klaar zijn om nieuwe content op te nemen. Dus het worden drukke dagen. Uh, en er worden ook een beetje melancholieke dagen. Want uh, er valt veel aan te merken, en dat ga ik ook in dit item doen. Op de ruimte waarin we in hebben gezeten, we hebben echt bizarre dingen hier meegemaakt. Aan de andere kant. Uh, het is ook weer Game King's Legacy. Het hoort weer bij onze historie. Um, we zijn nu, ik denk dat dit de zesde verhuizing gaat worden. En elk. Ja, elke studio heeft gewoon weer een stuk waarde. Uh, die je gewoon meedraagt in je hart. en die ook voor jullie kijkers. natuurlijk ook heel veel speciale momenten. heeft opgeleverd. Nou goed, in dit item. gaan we eigenlijk een beetje ritueel afscheid nemen. van uh, deze studio. Het is niet zo dat ik zo tijdens, uh, het, evenum, uh, tijdens het, uh, het item. gewoon de boel uit elkaar trek. zou wel kunnen, maar doen we dan maar even niet. Uh, nee, we gaan het gewoon even hebben over. die pak een beet. drie jaar. dat we. In, uh, in deze studio hebben gezeten. Um, dat was nog best wel even uitzoeken. Want ik wist het helemaal niet meer uit mijn hoofd. En uh, in eerste instantie uh, hadden we een video gevonden op uh, YouTube. Die, la die laat ik dan nu even uh, meerollen, Waarin we melding maken. Hier, hier, zaken. Ik ben nog net even wat jonger. En dit was onze oude studio. En toen dachten wij. Verdomd. Het, is, het was januari. Het was gewoon begin januari 2018 dat wij verhuisden. Maar dat was niet zo, want toen verhuisden we van de grote studio naar de kleine studio op hetzelfde adres. Nou, je ziet hier, iedereen is hier aan het werk. Inmiddels hebben we wel wat minder mensen uh, hier rondlopen. We zijn met z'n drieën eigenlijk nog. Dus uh, uh, het, het inpakken is wel wat zwaarder. We hebben gelukkig toen ook de tijd veel weggegooid. Dus uh, wat dat betreft hebben we weer wat minder te sjouwen. Maar het was dus niet januari 2018. Uiteindelijk na veel gezoek en uh, uh, gepuzzel in onze database kwamen we er min of meer achter dat het januari 2019 is geweest. In januari 2019, februari 2019 zijn we hier naartoe gegaan. Toen wij in deze studio zaten, toen was Steven al, die had al het idee om een arcadehal met wat uh, vrienden van hem op te gaan starten. En hij, wij, eigenlijk hebben we altijd het idee gehad uh, van daar willen we naartoe, want uh, ja ten eerste natuurlijk laten we eerlijk zijn goedkoper, maar ook gewoon hartstikke leuk. Ik bedoel deze ruimte was fantastisch, Boomerang Casa, maar het was op een gegeven moment ook zo sfeerloos als ik weet niet wat. En boven een arcade zitten, dat is natuurlijk altijd leuk. Dus uiteindelijk heeft Steven die arcade, die is die begonnen Blast Galaxy. Ik denk dat dat 2018 is geweest. Hij is daarmee begonnen. Uh, het liep als een trein en die bovenruimte waarin wij zitten, want wij zitten boven Blast Galaxy, dames en heren, uh, dus niet in Blast Galaxy, ik, ik, ik ga nu een heleboel bubbles bursten thuis. Want wat je nu allemaal achter me ziet, het is niet dat ik in Blast Galaxy zit. Dat is de kunst, de magie van Jelle die ervoor zorgt dat wij in Blast Galaxy lijken te zitten. We zitten er dus niet in, we zitten erboven. Anyway, um, in eerste instantie was dit gedeelte geclaimd door Steven en zijn kompanen zelf om hier ja, een soort van PC-setup neer te zetten... waar mensen dan met PC-games konden spelen... of uh, feesten en partijen, et cetera, et cetera. Nou, uiteindelijk kwam dat niet echt van de grond. Het stond open... en Boris was er als de kippen bij... om daar een deal mee te sluiten. En zo verhuisden wij... Uh, naar Blast Galaxy... vanaf de ruimte die je daar net slacht. Nou, die ruimte die we toen hadden... bij Boomerang Casa... Uh, ja, die studio was... ik denk... ietsje groter... Uh, plus dat wij uh, ook uh, in deze ruimte waar we nu in zitten, waar ik nu nog in zit. Ook nog. Uh, uh, dat, dat, dat heb je nooit gezien, maar aan die kant, daar dus. Daar staan allemaal kasten waar onze apparatuur allemaal in stond. Uh, de, de, de kabels, de snoeren, de plugjes, weet ik allemaal wat. Dus dat ging er allemaal vanuit. Het was een. Ik denk dat dit de kleinste ruimte is geweest. waarin wij GameKings hebben opgenomen. Afgezien van de aller, aller, allereerste ruimte. Um, de straatnaam ben ik kwijt, maar. Uh, dat was ook in Amsterdam, uh, uh, Noord. Uh, daar was toen het blammo kantoor Ze maakten gewoon vooral reclame, ze maakten televisie. En daar zijn we toen begonnen met de GameKings opnemen. En eigenlijk was daar geen studio. Eigenlijk werd daar elke week werd gewoon de studio neergezet. De bank, uh, al die shit erachter. Je weet wel waar we met z'n zes en zevenen uh, bovenop elkaar op een bank zitten. Nou, dat was nog kleiner. Maar daarna zijn we alleen maar groter en groter gegaan. En dit, deze studio was. Klein en compact. En um, ik denk dat het wel leuk is om even te vertellen wat voor gevolgen dat heeft. Want in eerste instantie namen we natuurlijk ook nog veel items uh, in bankzetting op. En helemaal vroeger deden we. Altijd veel op de bankzetting, daar zijn we een beetje mee gestopt, omdat we op een gegeven moment het idee hadden, dan hangen we alleen maar onderuit met de benen wijd, zodat iedereen uh, naar je ballen zit te kijken. En het, het, ik weet niet, het vonden het niet echt dynamisch. We zijn toen meer naar de deskzetting gegaan, we hadden altijd de, de tafel, de bankzetting hadden we ook dan voor de streams et cetera, et cetera. Nu moet je uh, 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 een beetje begrijpen dat hoe wij opnemen, het is niet zo dat deze studio zeg maar een doorlopende studio is. Ik bedoel, het staat er wel altijd, maar. Uh, het is niet dat we er altijd gebruik van maken, omdat ik heb daar mensen voor nodig. Ik moet die mensen neerzetten als hoofdredacteur die uh, de items presenteren. En uh, het zijn allemaal freelancers. En freelancers hebben vaak ook andere banen erbij. En uh, ik kan ze niet voor uh, één item op dinsdag laten komen... en dan nog één item skate op, don op woensdag en Steven doe ik donderdag één item. Nee, dat moet ik allemaal een beetje bij elkaar verzamelen op één dag... zodat iemand ook een volwaardige dag hier aanwezig is... en dat ik hem ook op volwaardig bedrag kan betalen... Uh, voor de opname. Zoals een beetje hoe wij rollen. Dus heel veel opnames zitten op één dag. En bij zo'n compacte studio kwamen we er al snel achter uh, dat het ombouwen. Want kijk, nu staan er staan hier allemaal camera's omheen, maar die staan op de desk gericht. En die bank die is een stuk lager. Dus wat moet er gebeuren? Dan moet alles, al die camera's, die moeten weer anders. Die televisie, want er staat een knijter van een scherm voor mijn hoofd en er staan nog twee schermen daar. Zodat ik alles kan zien. Uh, dat moet dan weer allemaal naar achter worden geplaatst. Het licht moet weer veranderd worden. Je bent weer een half uur bezig om alles weer scherp te zetten. Kortom, als je van het ene desk, desk item naar het bank item ging, dan was je zo weer drie keer kwijt aan loze tijd. En in die loze tijd zaten daar aan de andere kant, uh, zaten allemaal moppen in de freelance van Jezus Christus gaan we nog wat doen. Want uh, ik heb wel meer te doen. Weet je, dat soort shit, dat werkte gewoon niet. Dus op een gegeven moment gingen wij voornamelijk de desk setting gebruiken. Dat was ook gewoon een klein beetje uit noodzaak, omdat we anders gewoon in uh, tijdnood kwamen. En dat gaat nu veranderen. En daar ben ik echt super blij uh, om. We gaan echt naar een prachtige nieuwe, fonkelnieuwe studio uh, toe... die op dit moment helemaal ook nog kant en klaar gebouwd wordt. De muren voor de regie erbij en, en greenscreen overal en dat soort dingen. En daar kunnen we dan meerdere settings neerzetten. Zodat het veel makkelijker wordt straks om te zeggen van... oké, okay, we gaan een bank doen en daarna doen we weer een desk en whatever. Dat soort mogelijkheden hebben wij gewoon eigenlijk hier... Uh, ruim drie jaar lang niet gehad. En uh, dat beperkt gewoon... Uh, best wel. Uh, maar het was niet anders. Het is roeien met de riemen die we hebben. Want in 2009-2018 dat is ook een beetje de beginfase hè, van premium, de omslag van televisie was, was gaande naar een website. En in die jaren, vooral hier, zijn wij enorm gegroeid. We zijn gegroeid in de content die we gemaakt hebben, uh, ik denk dat we betere dingen zijn gaan maken. Maar ook het aantal premium leden is enorm gegroeid. En ook de kijkcijfers gewoon van de open items zijn heel erg aan het groeien weer. Steeds meer mensen die ons weten te vinden. En uh, dat komt ook natuurlijk omdat we veel streamen. Ook dat loopt allemaal goed. Het geeft ons weer wat meer mogelijkheden. Dus uh, feitelijk die hele verhuizing. Straks, die, die, die studio die we hebben, dat is natuurlijk ook gewoon mede. Dankzij jullie. Waarvoor ik jullie uit de grond van mijn hart uh, ga danken. Maar goed, uh, die studio, hier, dit. Blast Galaxy. Het is rock'n'roll in de puurste vorm. Um, en dat is soms leuk. En het is soms minder leuk. Um, het is natuurlijk een. Stokoud pand. Wat eigenlijk gesloten moet gaan worden en gaat worden. Want er komen hier peperdure flats te staan. Uh, Blast blijft hier nog even zitten, een paar maanden. Maar dan ook zullen zij hier uh, weg moeten. Uh, Amsterdam heeft hier gewoon andere plannen mee. En creatieve uh, mafkezen. Daar hebben ze eigenlijk niet veel behoefte aan. Dit, dit was een stokoud pand. Er is hier gewoon geen reet meer aan gebeurd. Dat betekende bijvoorbeeld uh, dat de eerste twee jaar uh, wij eigenlijk altijd een paar vaste uh, gankingsmuizen hadden. Die hier gewoon. Serieus, gewoon vlak voor je voeten langs liepen. Um, ze waren echt. Ze, ze waren fucking brutaal. Want wij zijn allemaal dierenliefhebbers. Dus we lieten die beesten ook. Uh, 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 ja, we gingen ze niet aanpakken. Dus die beesten die werden op een gegeven moment steeds minder bang. En dan zat je gewoon te werken en te tikken. En dan liep er gewoon een muis over je tafel heen. Gewoon naar de andere kant toe. Ik weet nog wel, uh, ik nam... Uh, ik at toen nog brood. Tegenwoordig eet ik geen brood meer vanwege de koolhydraten. Uh, ik had daar dan gewoon een, een pak brood. Nam ik een pak brood mee en had ik beleg in de ijskast. En dan twee dagen lang... Daarna was het brood te oud, dan, dan at ik dat brood op. En dat liet ik dan s'avonds staan. Gewoon op mijn, uh, op mijn desk. En de volgende ochtend kwam ik terug. En dan serieus hadden die muizen hadden het dwars door het plastic heet En dan stond er zo'n soort, zo, soort van heel mooi gaatje, gat in, dwars door het brood heen. Hadden die muizen dat gewoon allemaal opgefroten. Uiteindelijk, uh, omdat die muizen ook bij Blast uh, zo ongeveer over de arcadekasten liepen. En daar vooral de leidingen kapot. Knabbelde, want daar ben ik eerlijk in. Af en toe zijn onze uitzendingen, onze livestreams ook uitgevallen. En wij zeiden altijd, dat zou best wel eens met de muizen. Iedereen deed het wel een beetje lachen over. Maar serieus, er zijn meerdere kabels van ons doorgeknabbeld door de muizen. Um, maar goed, Blast heeft er wat aan gedaan. Er is een mannetje gekomen. En sindsdien hebben we eigenlijk geen muizen meer. Um, wat we wel hebben is, uh, we hebben natuurlijk een aantal zomers gehad die. Snoeiheet waren en we hadden nooit een raam. Serieus, uh, wij hadden nooit een raam in deze ruimte. Er was geen enkele mogelijkheid tot ventilatie. Terwijl we hierboven een plat dak hebben. Nou, dat is een recipe for disaster. Het was op een gegeven moment hier echt serieus en ik lul niet 42 graden binnen. Uh, nou, toen heeft Boris er inderdaad een raam in laten zagen. Dat hebben we nu gehad. Inmiddels is dat raam ook kapot. Uh, maar dat hij zeiden uh, en uiteindelijk is er iemand vanuit de community geweest. Ik weet zijn naam niet, maar ere wie ere toekomt. Die zei: Hé, hey, ik werk bij een uh, bedrijf wat onder andere airconditions uh, verkoopt. En af en toe krijgen we er een terug. En uh, omdat dan weet ik veel, uh, er zit een kras op en dan willen ze hem niet meer. Ha, hij doet het nog goed. Uh, die wil ik aan jullie geven. Nou, die Airco, uh, die heeft hier twee zomers lang gedraaid. En ervoor gezorgd dat het nog tegen de 35 graden was. Dus dat was niet prettig. En vervolgens het laatste paar Maanden is gewoon de kachel kapot gegaan. En omdat uh, dit pand toch tegen de grond gaat, er moet een nieuwe kachel, CV-ketel. Dat doet niemand meer. Dus we hebben de bloedhitte gehad. En inmiddels, serieus, het is hier zo rond de 12 graden binnen. Nu ik beweeg en actief bezig ben en aan het schreeuwen ben in de microfoon, dan gaat het allemaal wel. Als je hier zit, is dat niet prettig. En dat betekent dat af en toe zitten we hier gewoon met jassen aan. Ik klaag hier niet, want uiteindelijk. Is het ook wel weer een soort van humor. Maar hey, we willen ook een beetje pro zijn. En straks in die nieuwe studio. Is die ellende. <coughs> allemaal een beetje uh, uh, achter de rug. Verder de rest. Eigenlijk alleen maar prachtige verhalen. Uh, het was natuurlijk. Ongelooflijk gezellig in de tijd voor die ellendige pandemie. Uh, als Blast Galaxy op donderdag en vrijdag open was. Uh, dan vanaf 4 uur hoorde je opeens zo. Dan ging al die app apparaat af en je hoorde die ijshockeytafel, die air hockey shit. De hele tijd. Maar dat maakte niet uit. Dan kon je naar beneden gaan, kon je een biertje pakken. Of uh, lekkere Vietnamese lumpia's halen of uh, de kip. Uh, uh... Waanzinnig lekker eten. Um, dat maakt het altijd heel erg tof. En we hebben natuurlijk ook een aantal hele toffe feestjes gegeven... hier met de community in Blast Galaxy. Dat blijven we doen. Uh, helaas zit het dan niet meer onder het kantoor... maar dan gaan we gewoon lekker naar Blast toe... want die gaan ergens anders in Amsterdam geheid wel door. De afgelopen jaren, ik zei het nou, net al... Uh, ondanks het feit dat we uh, uh, een kleine studio hebben... Um, en we ook nog eens een keer twee jaar lang te maken hebben gehad met de lockdown is best wel veel gevraagd van ons uh, creativiteit. En dat is niet zielig. Uh, het is meer zo van uh, feitelijk deden we ook veel buiten. We reisden altijd de wereld over. We kregen wat trips aangeboden. En dat is gewoon hele Fijne content waar je wat minder voor hoeft te doen. Want in principe de content wordt door die partijen die dat evenement organiseren. Of door het land waar je naartoe gaat, die wordt dat eigenlijk al georganiseerd. Als je naar Thailand gaat, Vietnam, Hongkong, weet ik wel. De content is overal. Alles is nieuw, alles is leuk, alles is spannend. Nou, we moesten dus op een gegeven moment alleen maar binnen in die studio blijven. In die kleine, compacte studio. En hoe ga je dan toch een beetje diversiteit, andere dingen doen. Uh, en een van de dingen die, denk ik, daarom is ontstaan. Uh, is Premium Vision iets waar ik gewoon uh, hartstikke uh, trots op ben. Het loopt als een trein. Uh, nou, de laatste uh, twee afleveringen die zijn natuurlijk door iedereen geroemd. De kerstaflevering. En dit is ook. Het is deels ontstaan door onze wens om die premium basis gewoon weer wat. Nog wat extra's te geven, echt iets wat echt uniek is. Uh, het is deels ontstaan door het feit dat het ma hè, we doen veel met live video, uh, dat dat een ouderwetse edit uh, Daan en Jui vinden dat toch gewoon hartstikke leuk om te maken. Uh, maar het is ook ontstaan uit wat, wat ja, wat kun je nou doen om toch ook een beetje uit die studio setting te gaan komen. En premium vision is dus echt mede dankzij. Blast de kleine studio uh, ontstaan. Um, een van de dingen die we natuurlijk ook gedaan hebben hier is de Dutch Stream Awards. Ben ik ook heel trots op. Dat is ook echt een productie die ontstaan is vanuit. Uh, uh, um, ja, deze, deze studio, de setting, het idee. Steeds meer zijn we ook bezig met streaming. Moet daar niet gewoon een award voor komen om die mensen te gaan belonen? Nou, dat heeft ook een enorme vlucht genomen. Van een heel klein begin naar inmiddels toch wel redelijk prestigieus award. Die uh, eigenlijk elk jaar dan wel weer serpent gameplay wint. Maar goed, dat maakt niet uit. Um, die award. We zijn er al hartstikke blij mee. En ook dit, ja. Als je dat zo allemaal zo ziet, uh, dat het in zo'n klein studiootje allemaal gemaakt is, geeft ook wel aan uh, dat de tijden van megalomane grote NPO Hilversum Studios en enorme uh, uitzendwagens buiten, dat is eigenlijk ook wel een beetje voorbij. Je kunt met beperkte middelen toch hele toffe shit maken. En uh, dat hebben we hier gedaan. Um, heb ik dan heimwee? Baal ik dat we hier weg moeten? Daar ben ik heel eerlijk, man, van uh, nee. Uh, want een wat meer. Groter opgezette studio geeft mij en de crew gewoon weer mogelijkheden om nieuwe dingen uit te proberen. Om eens een keer wat andere settings eraan toe te voegen. Diversiteit is gewoon hartstikke belangrijk. Uh, dat maakt gewoon de verrassing die we elke dag proberen te brengen. Gewoon uh, van de gaming content leuker. Dus ik denk dat je echt wel een hoop van ons kan gaan verwachten. Als we alles tenminste aan de praat krijgen. Nou, dat hele proces van verhuizen en aan de praat krijgen. En et cetera, et cetera. Dat kun je allemaal gaan zien in de Premium Vision. Die dan. Volgende week zaterdag online gaat staan. Want uh, Joey gaat weer een kunststukje maken. Uh, die gaat alles filmen. We hebben al heel veel gefilmd van het inpakken. Daar zitten ook weer bizarre shit uh, tussen. Bijvoorbeeld allerlei. Uh, uh, hoe heet het nou? Sojasausen van zes jaar oud. En uh, wat, ook, uh, ja, wat vond ik nog meer? Gewoon een, een pak uh, hagelslag uit, uh, uit de jaren negentig. Nou, die stond helemaal bol. Dus daar was ook iets mis mee. Nou, allemaal dat soort shit. Oude. Ja, oude. Stukjes historie die we ook allemaal weer vonden. die we allemaal weer even bespreken. En natuurlijk alles. het klaarmaken van de studio da, da, daar. Het gaat spannend worden. Ik hoop dat dat allemaal op tijd af is. zodat we maandag live kunnen gaan. Een aantal items zullen dus eventjes wegvallen. bijvoorbeeld einde van de week. Die, uh, die doen we één keer niet, uh, omdat ja, dan wordt het echt heksen. We hebben alle mensen nodig om gewoon te zorgen dat we binnen no time uh, uh, weer productioneel zijn. En uh, dus eigenlijk gewoon nooit een dag hebben zonder items. Dat gaat ons allemaal lukken. Goed, ik eindig dan even, en dan vond ik ook wel leuk. Van wat zijn nou in die periode van uh, februari 2019 tot uh, nu de best bekeken items? Want dat. Ja, weet ik veel. Wat, wat was nou populair? Wat is nou enorm geslaagd? Ik, doel, ik check het wel even, maar ik check het niet jaren terug. En. Dingen komen natuurlijk op een gegeven moment ook in de vol te staan of op YouTube. En dan krijgen ze nog meer wat meer kijkers. Um, maar goed, ik, ga, ik, ik heb een top 5 voor je. Uh, waarvan ik vier ook nog de beelden heb kunnen vinden. Eén is helaas uh, verschwonden in het uh, digitale zwarte gat. Uh, op nummer 5. Uh, best bekeken items in de afgelopen vier jaar bij GameKings. Was het item over welke console ons nu het beste beviel. Was dat nu de PlayStation 5? Of was dat de Xbox Series X? Nou... Logisch. Het is ook wel grappig om te zien dat Jelle bijvoorbeeld uh, lang haar had toen hij verhuisde hier naartoe en kort haar had. vrijwel direct nadat wij hier waren gekomen. En inmiddels heeft hij weer lang haar. Dus daar zie je ook weer mensen veranderen in die paar jaar tijd. In ieder geval logisch. Console Wars, <coughs> PlayStation 5. <coughs> Uh, nieuw op de markt, dat is altijd een grootse periode. Uh, we hebben heel veel items gemaakt daarover, die allemaal zeer goed bekeken waren. Maar dit was dan in ieder geval, uh, ja, de, de, qua console was het best bekeken item. Of vier, en dat item heb ik helaas niet meer kunnen vinden. Um, ja, eigenlijk heel apart. En ik, soms weet ik ook niet waarom iets nou heel erg goed bekeken. Dit was een item van mij um, or, waarin ik. De nieuwe games van Riot uh, uh, besprak, althans aangaf, Riot Games wilde namelijk naast League of Legends al die spin-offs maken, die inmiddels al een beetje aan het uitkomen zijn. En het item heet ook Riot Games, verklaart Blizzard gewoon even openlijk de oorlog. En het item heeft tienduizenden views gehad en ik weet niet waarom. Uh, want als ik een item over Riot maak gewoon los, dan wordt het niet zo goed bekeken. Ik denk dat dit gewoon een Google dingetje is. En dat het opgevallen is. Uh, en dat League of Legends fans hiernaar gekeken hebben. En dat andere media het niet deden. Dus nou ja, hier scoren we dan uh, prima mee. Dan, uh, op nummer drie, uh, de review van God of War. En die review van God of War. We hebben deze week weer een review van God of War. Maar dat is dan de PC-versie. Dit was de PlayStation-versie. Uh, ik zie trouwens wel dat dit online is gekomen in die tijd. Maar ik zie trouwens nog wel dat dit de oude studio is is dus niet helemaal eerlijk, maar goed, het kwam wel een paar dagen na de verhuizing uit, uh, terecht, en het laat ook wel zien dat PlayStation toch wel uh, de meeste fans heeft onder onze kijkers. Wat logisch is, omdat de PlayStation ook het best verkoopt, verkocht, verkoopt in Nederland. Dus logisch dat dit fantastische game natuurlijk ook iedereen zat hier op te wachten. Deze is op nummer drie gekomen, op nummer twee. Um, dat was een item, en dan moet ik even goed nadenken. Waarin ik op een gegeven moment uh, een official PlayStation magazine heb gekocht. Ik denk dat het het laatste magazine is wat ik heb gekocht, überhaupt over games. Dat doe ik bijna nooit meer. Uh, de Power Limit krijg ik namelijk nog steeds gewoon gratis thuis. Het official PlayStation magazine was de eerste die de 38 games die naar de PlayStation 5 zouden komen, uh, allemaal besprak. Nou ja, goed, en dan is het voor mij makkelijk content. Dan ging ik weer een bespreking maken van de bespreking van die PlayStation 5 games in het blad. Dat heb ik hier gedaan. Uh, dit was hartje pandemie, dus uh, ja, we deden dat toen allemaal thuis. Uh, inmiddels uh, doen we dat nu met kleinere groepjes op kantoor. Uh, en hebben we koude regels, als je maar één snottenbel aan je neus hebt, dan blijf je gewoon thuis. Uh, dit was nog in mijn, uh, inmiddels, ja, het is nog steeds mijn huidige huis, maar niet lang meer, want ik ga dus binnenkort ook weer verhuizen. Dus ik doe nu twee verhuizingen in twee weken tijd. Anyway, dat was de nummer twee. Wat staat dan op nummer één? Borg zal het niet leuk vinden, maar het is de review van The Last of Us 2. Wat mij betreft, gewoon absoluut een van de beste games die ik de laatste jaren heb misschien Ook wel misschien ooit heb gezien. Um, ja, dit is dus inderdaad gewoon uh, de video uh, van The Last of Us 2, um, het was een premium video. Hij is uiteindelijk ook op de vol terecht gekomen. Na een verloop van tijd, ongeveer een jaar. Uh, dan gaat hij er ook uh, op. Um, daardoor heeft hij, denk ik, wel wat meer kijkers gekregen. Maar in ieder geval, by, by far de best bekeken review en het best bekeken video-item van Game Kings. Uh, in de periode dat wij hier dus in deze Blast Studio gaan zitten. En daarmee kom ik dan eigenlijk uh, ritueel aan het einde van. De opnames in deze studio. Um, morgen heb je nog een Nerd Culture. Maar die was al eerder opgenomen. Dit is echt serieus. Je moet maar even geloven. En als je het niet doet, dan is het je eigen probleem. Maar je moet maar even geloven. Dit is het laatste item. Dat betekent dat ik gewoon mijn laptop dichtknal. Uh, het zou natuurlijk heel tof zijn als ik nu gewoon die greenscreen. Naar beneden trek, maar dat doen we niet. Dat is zonde. Uh, maar het licht kan eigenlijk gewoon uit voor deze studio. Uh, drie prachtige jaren hebben we gehad. 2019, 2020, 2022. Vier prachtige jaren. Ik kan gewoon niet tellen. Vier prachtige jaren hebben we hier gehad. Uh, dat blijft altijd in onze herinnering. De mooie dingen. De warmte, de hitte, de muizen. Uh, de vlieg, die hier ook was, maar die gaat weer mee. De, uh, ik weet niet, is het Joost de Vlieg? Jan de Vlieg. In ieder geval, die gaat weer mee naar onze andere ruimte. Um, als we dit weer ooit aanknippen. Dan zitten we dus in een andere studio. En uh, we gaan er nu... Ja, we gaan nu sjouwen. Breken, sjouwen, opbouwen. En maandag zijn we gewoon weer terug.